Nou, dan zeggen ze, nu is de kogel door de kerk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben er heel blij mee. Ja. Zullen we het daarbij laten? Nee, ja goed. Het ligt eraan wat jij nog gaat vragen. Maar ja, het is duidelijk dat er een jongensdroom uitkomt. Hè? Een jongen die van Zuid is, die daar altijd vandaan komt, daar gespeeld heeft. Daar echt een supporter is. Ja, als je dan op een gegeven moment trainer mag worden van zo'n mooie club. Dat is iets wat felicitaties waard is. Als ik naar je gezicht kijk en in je ogen kijk, dan heb ik zoiets van, hier staat een opgelucht persoon. Klopt dat? Nou, opgelucht in die zin. Hè. Het was natuurlijk een paar weken al bezig en het sluimerde altijd als er een trainer wegging of er gebeurde was. Er werd mijn naam genoemd, met name door de media. Nou ja, daar kon je niet zoveel mee. Het begon een paar weken geleden toen eigenlijk Verbeek eigenlijk opstapte. Dat was op een woensdag, als ik me niet vergis. Ja, en toen ging ik eens even nadenken van, nu zouden ze wel eens een keertje bij me kunnen komen. En ja, het is eigenlijk sneller gegaan dan ik verwacht had. De enige obstakel waren nog de consumptiebonnetjes, maar die heb je gekregen? Nee, het ging daarbij fijn om het meer om de reiskosten. De consumptiebonnen was hier bij NEC. Ja, dat is gekscherend gezegd, omdat ik natuurlijk op een kilometer afstand van die club woon. Ja, nee, goed, alle ingrediënten zijn aanwezig voor zo'n stap. En nogmaals, nu kan ik me volledig richten op NEC. Want zoals je weet strijden we hier op drie fronten nog. Hè, Europees, de beker en we staan er goed voor in de competitie. En dat wil ik zo goed mogelijk afmaken. Dat heb ik ook gedaan in de tijd toen ik bij Excelsior was. Heb ik ook halverwege al bij NEC getekend. Nou, zoals je weet zijn we dat jaar kampioen geworden. Dat zal dan dit jaar niet 1, 2, 3 lukken met NEC. Maar ik wil wel graag hier afscheid nemen in stijl. Laten we het nog even over Feyenoord hebben. Daar ga je tenslotte naartoe van de zomer. Ja. Hoe zit dat? Want de club heeft niet zoveel geld. En daar heb je dus ook mee te maken. Ja, nagenoeg al het geld is nou op. Hè. Aan mijn salaris. Dus wat dat betreft is er helemaal niks meer voor handen wat we daar kunnen doen. Ja, ik hoor links en rechts hoor ik een hele hoop dingen van mensen die geld in die club gaan steken en bla bla bla. Het is op dit moment gewoon een gegeven. Feyenoord heeft weinig geld. We zullen heel inventief moeten zijn. We zullen goed moeten kijken. Dan moet ik erbij zeggen dat het potentieel wat op dit moment loopt. En dan praat ik ook over de talenten die er lopen. Dat dat niet zo verkeerd is. Als je daar denk ik een x-aantal paar goede spelers bij gaat halen en inventief bent. Dat er dadelijk zeker weer een elftal moet staan die toch minimaal in dat linker rijtje moet spelen. Nou is van jou bekend dat jij het optimale uit de jongens kan halen. Het maximale uit de jongens kan halen. Dat stimuleer je ook. Dat doe je nu dus zelf eigenlijk ook. Maar bij een topclub is het toch weer net even iets anders. Ja, ik weet niet of het daar anders is. Hè. Daar zitten wel in ieder geval elke thuiswedstrijd 43.000 mensen. Dat is anders dan bij NEC. Maar aan de andere kant blijft het voetbal hetzelfde. Hè. Je moet er één meer maken als je tegenstander. Maar wat ik wil zien is dat ploeg gewoon, of dat team eigenlijk plezier uitstraalt op het veld. Want de kwaliteit, je gaat mij niet vertellen dat daar meer kwaliteit te lopen op het veld als bij ploegen die nu in het linker rijtje staan. Dus wat dat betreft is er ook maar heel weinig nodig om een klik te veroorzaken naar een team die het eigenlijk in het veld moet doen. Maar een topclub, daar hoort toch extra druk bij. Alleen zou je ook kunnen zeggen, aan de andere kant, er is niet zo heel veel druk. Want veel slechter dan nu kan het niet. Dus je stapt in op het eigenlijk perfecte moment. Nou ja, als je kan, het is beter nu instappen als dat Feyenoord op dit moment kampioen wordt. En dat de trainer opstapt en dat je het dan moet gaan doen. Want dan kan het alleen maar slechter. En nu zou je zeggen, het kan alleen maar beter. Maar nogmaals, druk leg je jezelf op. En ik denk dat dat op dit moment bij Feyenoord niet nodig is. Om op basis van het feit dat er weinig kan. Maar ik heb voor 3 jaar getekend en ik hoop inderdaad wel wat succes te hebben in die 3 jaar. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik ga niet lopen roepen nu ineens van volgend jaar moeten we daar staan, dit jaar daarop moeten we daar staan. Ik denk dat we eerst maar eens op ons gemak moeten gaan kijken hoe de situatie er dadelijk voor staat. En daar ben ik ervan overtuigd als we met z'n allen de schouders eronder zetten. En dan praat ik met name naar een spelersgroep. Dat Feyenoord dadelijk staan waar ze moeten staan. Flemings maakt het seizoen af. Lodewijks loopt daar ook rond. Dat zal jouw staf worden. En het ziet er naar uit dat onze vriend Leo Beenhakker in ieder geval niet dit seizoen alsnog erbij zal komen. Zou kunnen. Ik heb met Leo goed gesproken. Ik spreek hem haast elke week. En Leo is met Polen bezig en dat wil hij zo goed mogelijk doen. Dus wat daar gebeurt weet ik niet. Het zou een hele mooie samenwerking kunnen zijn. En de mensen die hier zitten op dit moment, ja, die zijn gewoon goed. En Flemings is een uitstekende trainer. Die ken ik nog van mijn coach betaald voetbal. Nou, daar zal ik zeker een keer contact mee opnemen nu. Niet deze week, maar na komende zondag. En ik denk dat daar een mooi team zou kunnen ontstaan. En nogmaals, belangrijk is op dit moment dat ik NEC op een goede manier achterlaat. En dat we zondag van Feyenoord winnen. En dan voor volgend seizoen, dan toch die combinatie Beenhakker-Been. Die gedroomde combinatie. Klinkt geweldig. Hè? Het klinkt geweldig. Dus wat dat betreft, ja, laten we dat afwachten. Het zou heel mooi zijn, maar nogmaals, dat is aan Leo. Er zijn vast wel mensen ook te vinden die wat geld willen neerleggen voor Leo Beenhakker. Want daar gaat het eigenlijk om, hè? Nou, een man met zo'n know-how en zoveel ervaring, natuurlijk ja, kennis, ja, denk ik dat niet zou misstaan in de organisatie van Feyenoord. Dan gaat er bij jou de vlag uit en op diezelfde dag is het eigenlijk half stok in Eindhoven. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het heel erg. Ik vind met name ook naar Stevens. Ja, ik weet niet precies wat de redenen zijn, maar het valt me wel op dat er heel veel trainers tegenwoordig ontslagen worden. En ik geloof of dat... ontslag nemen. Ja, of ontslag nemen inderdaad. En ik geloof niet dat dat de bedoeling is om ergens te beginnen. Dus laten we hopen dat ik dadelijk wat langer kan blijven zitten bij Feyenoord, ja. Maar de situatie zou een beetje een parallel kunnen zijn met wat Verbeek had en de spelersgroep bij Feyenoord. Dat hij eigenlijk ook niet echt gepruimd wordt door zijn spelers in Eindhoven. Dat de combinatie gewoon niet lekker is. Ja, je wordt vaak bang van zo'n samenwerking. Kijk, en daarom geef ik aan. Kijk, mijn handelsmerk is gewoon plezier. Ik ben geen Tita Tovenaar. Ik ben absoluut niet de beste trainer die er is. Maar ja, je moet een bepaalde chemie proberen te ontwikkelen waardoor die jongens voor jou door het vuur willen gaan. En eigenlijk is het absurd, want ik zeg ook altijd maar hier zo tegen mijn eigen spelers van ga op zoek naar je eigen top. En daar moet je elke dag in investeren. Maar wel is belangrijk dat die coach je daar in ieder geval bij helpt en een bepaald gevoel geeft dat je denkt van hé, met deze man wil ik door. Nou, en schijnbaar is dat toch heel belangrijk. En dat zie je nu ook weer bij PSV, dat zag je bij Feyenoord. Ja, dat plezier blijft toch het allerbelangrijkste in het voetbal. Heb je ook bewust gekozen om het moment om het duidelijk te maken om naar buiten toe te treden met het oog op aanstaande zondag, die wedstrijd? Nou, de keuze was niet alleen aan mij. Feyenoord wilde het bekendmaken en ook hier intern wilden de mensen van het bestuur wilden toch bekendmaken dat ik wegging en dat ze op zoek konden gaan naar een vervanger. Ik weet dat het moment niet fantastisch is. Maar nogmaals, ik heb vanochtend met mijn ploeg gesproken over Feyenoord, de opstelling van Feyenoord doorgenomen. Wat puntjes waar wij aan gaan werken deze week om Feyenoord te verslaan. Dus ja, daar geef ik mee aan dat ik maar één ding wil en dat is winnen van Feyenoord. Want nogmaals, er moet dus gewoon een verschil zijn tussen komende zomer en nu. En nu ben ik werkzaam voor NEC en dan wil ik gewoon elke wedstrijd winnen. En daar zit Feyenoord ook tussen. Wat voor sfeertje verwacht je daarbij? Ja, goed, je merkt nu natuurlijk hier in Nijmegen dat mensen roepen van ja, die is niet meer met zijn hoofd erbij. Maar dat is natuurlijk lariekoek, want toen ik bij Excelsior werkzaam was, ja, toen teken ik ook al halverwege het seizoen bij NEC. En ja, toen zijn we ook met z'n allen kampioen geworden. Dus nu zullen we dat niet worden dit jaar. Maar niemand hoeft hier bang te zijn dat ik nu alleen met mijn hoofd bij Feyenoord ben. Want in tegendeel is waar, ik wil het hier op een fantastische manier afsluiten. De mensen die dat roepen zijn waarschijnlijk dezelfde die zo blij waren met het feit dat je nog een halfjaartje bleef, of niet? Zo werkt het toch in de voetballerij? Ja, dat is puur de sport en het is een beetje hypocriet. Want deze trainer zal zich altijd 100% inzetten voor de club waarbij hij werkzaam is. Nog één vraagje. Als je kijkt naar jouw selectie hier bij NEC, loopt daar wat rond waarvan je denkt van nou, die kan dat niveau van Feyenoord misschien in de toekomst of misschien nu al wel aan? Nou, wat ik wil aangeven is dat er hier een elftal staat en dat hebben ze de laatste 2 jaar bewezen, dat de spelers constant aan het verhuizen zijn. Hè? Brett Holmen naar AZ, Jonas Olsen naar West Bromwich Albion, Vadoc naar Osasuna, Peter Wischoff naar Twente. Dus al met al, hier lopen spelers die gewoon constant op zoek zijn naar hun top. En hier lopen er zeker een paar tussen die nog zeker een stap zouden kunnen maken. En dat zijn ook jongens waarvan je denkt van nou, ik ga kijken in de toekomst als ik de financiële mogelijkheden weet. Wat ik kan betekenen voor ze en andersom? Ik kijk naar alle spelers, dus ook naar de spelers van NEC. En als ik denk dat er eentje tussen loopt die in de komende tijd Feyenoord zou kunnen versterken, ja, dan is het inherent aan de voetballerij. Dan wordt daar een transferbedrag voor betaald. En dan gaat die speler naar Feyenoord.